Gordon, bekend als presentator en horecaondernemer, heeft de laatste tijd behoorlijk wat tegenslagen te verwerken gehad. Na een relatiebreuk eerder dit jaar en het seponeren van de aangifte tegen Prijf-hoofdredacteur Evert Santengoets, blijkt nu dat zijn overgebleven horecazaken ook in zwaar weer verkeren. Weekblad Party heeft de cijfers onder de loep genomen en ontdekt dat zijn restaurants aanzienlijke verliezen leiden. Een van deze zaken is de Burger Room BV, een burgerrestaurant in Amsterdam... Dat nu kampt met een negatief eigen vermogen van ruim 423.000 euro. Dit is een scherpe daling ten opzichte van het voorgaande jaar, toen het eigen vermogen nog 198.000 euro bedroeg. Ook Blushing Amsterdam, ooit een populaire koffiezaak van Gordon, staat er financieel niet goed voor. Hier bedraagt het negatief eigen vermogen 134.500 euro, terwijl dit een jaar eerder nog 58.400 euro negatief was. Sluitingen hebben ook hun tol geëist op de blushing keten. Het filiaal in Rotterdam moest al kort na de opening de deuren sluiten. Vorig jaar kwam ook een einde aan de vestiging in Blaricum, wat volgens Gordon te wijten was aan een personeelstekort. Op Instagram deelde hij destijds zijn spijt. Met pijn in mijn hart moet ik helaas mededelen dat ik genoodzaakt ben mijn vestiging in Blaricum van blushing te sluiten. Er was al sprake van beëindiging van het huurcontract per 2024 door de uitbreiding van de Albert Heijn, maar door het enorme personeelstekort is de boel niet meer operationeel te krijgen. De toekomst van het filiaal in Amsterdam blijft onzeker.